maken. Ja, neem een versje gekookte aardbei. Daar krijg je heel veel energie van. En bovendien zijn ze heel goed voor je hersenen. Dan worden jullie net zo slim als ik. Heerlijk, die aardbei. Maar midden in de wereld hoor je toch geen aardbeien, hè? Jawel, kom maar mee, laat ik je het zien. Hoi pap! Hoi Marcel! Hoi jongens! Kijk, hier begint het mee. Dit is het stekje. Dit stukje stop je zo in de potgrond. Niet in die zaadje. Nee, als je dit stekje goed verzorgt, dan krijg je zo'n plantje. Maar als we nu even geen aaien willen, pakken we de plantjes goed in en zetten we de aaienplantjes in de koelcel. Plantjes gaan dan slapen. Brrr, is die koud. Hoi, de deur! Hey! Wat? Dat is niet zo slim, hè, jongens? Jullie moeten toch nog heel veel aardbeien eten. Ongeveer 8 weken voordat de klant aardbeien wil, halen we de plantjes weer uit de koelcel en planten we de plantjes in een bak met potgrond. 4 weken later komen er witte bloemetjes aan. De bloemetjes moeten één voor één bestoven worden door rommels en beetjes die we uitzetten door een imker in de kas. Nadat de bloemetjes bestoven zijn, worden de bloemetjes aardbeien. Maar eerst zijn de aardbeien groen, dan wit en daarna heb je pas rijpe rode aardbeien. En die repen aardbeien worden één voor één geplukt en voorzichtig verpakt. Maar hoe blijven de planten zo mooi groen en gezond? En hoe krijgen ze water? De plantjes krijgen water onder aan de wortel. Dat wordt allemaal nauwkeurig gecontroleerd. Niet alleen de vochtigheidsgraad, maar ook de temperatuur is allemaal te regelen. Waarom is het hier zo lekker warm? Want meer zon en warmte zorgen voor zoetere aardbeien. Telen in kassen is niet alleen beter voor het milieu, maar bovendien worden de aardbeien veel gezonder en lekkerder. Hé, hey, waar gaan nou die aardbeien naartoe? Over de hele wereld eten ze bovenbergs aardbeien. Maar ook mensen uit de buurt kunnen hier aardbeien halen, elke dag vers. Zo, nu weet je ook dus dat er in de winter vers aardbeien zijn. Wil je nog meer weten over aardbeien en ons bedrijf? Ga dan naar www.broekbergs.nl.